Onze gastspreker van vanavond is Fernand Keurleer. Hij behaalde een licentiaat rechten en een licentiaat economische wetenschappen aan de KU Leuven en een master of laus aan de Yale Law School. Sinds 1982 is hij advocaat aan de balie te Brussel en van 1988 tot 1992 was zijn werkterrein New York. Bij het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel was hij in 1995 openingsredenaar en van 2000 tot 2001 voorzitter. Gedurende 4 jaar was Fernand Keurleer lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel. Hij is nog steeds lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. Als werkterrein heeft Fernand Keurleer vennootschapsrecht, verenigingsrecht, algemeen, internationaal en kerkelijk, financieel recht, telecommunicatierecht en handels tussen personen. Meester Keurleer is iemand met een uitgesproken mening. Of het nu gaat over Brussel-Halle-Vilvoorde, over de gezondheidszorg die een groeipool moet worden, het Dexia-Belfius ACW-verhaal, euthanasie of een ander thema. Vandaag wil hij in de marge van het conflict in Syrië zijn beschouwingen geven over internationaal recht, mensenrechten, republiek en religie. Wij zijn bijzonder blij Fernand Keurleer vanavond naar Leuven is gekomen en geven hem dan ook graag het woord. Dank u, Mario. Ja, dat komt van internet, hè, dat. Okay. Het is ook juist. Maar het doet allemaal niet zoveel ter zake voor wat we vanavond gaan doen. Ik ben allesbehalve een specialist van het Midden-Oosten, van Syrië. Ik volg dat aandachtig. Ik ben daar een aandachtig waarnemer. Maar ik heb daar natuurlijk geen bijzondere kennis over. Hè? Ik lees wat ik lees, ik zie wat ik zie en doe mijn best om dat te volgen en dat wat te analyseren. Maar ik zal mij zeker geen expert van het terrein noemen. Hè? Ik ken iets meer, denk ik, over recht en over internationaal recht. En het is een beetje vanuit die hoek. En met een zekere afstand dus, dat ik ga proberen om te analyseren wat er daar nu rond dat conflict in feite gebeurt, hoe we dat kunnen plaatsen en hoe we dat kunnen begrijpen. En met dat bedoel ik niet alleen het conflict zelf, maar de wijze waarop de diverse actoren daarop reageren. En ik ga beginnen met gewoon een paar zinnen te lezen uit die resolutie van dus de Europese Raad, de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, van zeer recent, 27 mei van vorige week. Dank u wel. En ik ga daar een paar zinnen uit lezen en zien wat daarin opvalt. Dus ik kan u ook alleen maar de lectuur daarvan aanraden. Je vindt dat op internet. Het gaat 3 bladzijden over de situatie in Syrië. Er is geen Nederlandse vertaling, of er was nog geen Nederlandse vertaling, maar ik ga dat in het Engels voorlezen. Dus de resoluties van de Raad. The EU is appalled by the escalating violence and the continued widespread and systematic gross violations of human rights in Syria, reiterates its condemnation of the atrocities committed by the Syrian regime, which, according to the report of the Independent Commission of Inquiry, amount to crimes against humanity, and calls for the end of all violence. The EU condemns the recent massacres committed by the Syrian armed forces and its militias in Beida and Banias. EU condemns.
dan, eventjes verder, niet de EU condemns, de EU deplores, betreurt, serious abuses, including war crimes that are being committed by anti-government armed groups documented in the report of the Commission of Inquiry. Although such abuses do not reach the intensity and scale of those committed by the regime forces and affiliated militias. Dus ene worden veroordeeld, zegt ja, geen twijfel mogelijk. Vreedheden, atrocities committed by the Syrian regime, dat zijn misdaden tegen de menselijkheid, tegen de mensheid, en die worden veroordeeld. Anderzijds betreurt de EU een aantal misbruiken, including war crimes, maar we zien daar niet veel misdaden tegen de menselijkheid enzovoorts bij staan. Die zouden begaan worden door, door de anti-regime krachten. Even verder. The EU deplores the obstacles to the provision of humanitarian assistance and underlines to all parties, in particular the government of Syria, the urgent need to remove them. Wat valt er in die resoluties op? Ten eerste, natuurlijk, ik heb het al een beetje aangeduid, de asymmetrie. Hè. Men kiest duidelijk partij. Van de ene veroordeelt men het, van de andere betreurt men het. Bij de ene is het op basis waarvan zekerheid, bij de andere is het nog niet zo zeker en is het in elk geval van een gradatie die minder is dan degene die men verwijt aan de Syrische regering en affiliated militias. Asymmetrie. Dus er is geen neutrale houding. Beide partijen worden niet op dezelfde wijze gekritiseerd. Nee, men kiest duidelijk partij. Twee, wat valt nog op? Dat is dat deze hele resolutie, en al die resoluties in feite, dat gaat over mensenrechten, human rights, dat gaat over crimes against humanity, misdaden tegen de menselijkheid. Daar komen geen andere overwegingen in voor. Men kan zo'n situatie natuurlijk analyseren van een tal van boeken. Maar in deze resoluties, en in het meeste dat men over hier hoort over het conflict in Syrië, en niet enkel Syrië, gaat het telkens over mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid. Dat is een soort van, ik zou bijna zeggen, opgedrongen analyseschema. Men kan een geopolitieke analyse maken, bijvoorbeeld. Men kan die situatie vanuit verschillende hoeken analyseren, maar men opteert altijd voor een analyse die toegespitst is op mensenrechten en misdrijven tegen de menselijkheid. Ik ben niet tegen mensenrechten en ik ben niet voor misdrijven tegen de menselijkheid. Daarover gaat het niet. Daarover gaat het natuurlijk niet. Maar zoals we verder zullen zien, heeft een dergelijk analyseschema zeer precieze gevolgen. Daarop komen we verder terug. Het is dus wat ik noem een opgedrongen analyseschema. Dat we natuurlijk ook gezien hebben in alle discussies over de Arabische lente. Ja, dus dat ging over democratie, dat ging over liberale waarden, volgens onze opiniemakers. Ging dat over democratie, ging dat over liberale waarden, ging dat over mensenrechten ook. Men heeft hier geen discussie gehoord over de... Bijvoorbeeld,
de impact van stijgende voedselprijzen. De impact, ik denk dat de stijgende voedselprijzen voor een grote rol gespeeld hebben en een groot aandeel hebben in de revoltes in de verschillende Arabische landen. Tussen twee haakjes, stijgende voedselprijzen, die natuurlijk voor een stuk het gevolg zijn van de politiek van onze centrale banken, die zeer die geld creëren. En dat geld moet ergens belegd worden. En een van de mogelijke beleggingen is in grondstoffen en in voedsel. Hè. En dus door de politiek die wij voeren, hè, stijgen voedselprijzen. En ja, dat geeft uiteraard aanleiding tot. Dus maar daarover, daar was er eigenlijk geen aandacht voor. Men heeft ook niet gezegd, misschien is de demografie van die landen wel voor een groot deel een verklaring van de Arabische letters. Het zeer groot aantal jonge mensen, opgeleide mensen, die niet noodzakelijk onmiddellijk veel perspectief hebben en niet noodzakelijk veel toekomstperspectief hebben. Ik zeg niet dat het zo is, maar het is ook een benaderingsmogelijkheid. En men heeft ook geen geopolitieke analyse gemaakt van, ja, misschien is die Arabische lente voor een stuk ook wel te verklaren door verschuivende machtsconstellaties in die regio. Ik bedoel maar, men kan zo'n fenomeen vanuit zeer verschillende invalshoeken analyseren, maar we stellen vast, meer en meer, of het nu gaat over Arabische lente, of het nu gaat over Syrië, of het nu gaat over Libië, dat er één bepaalde invalshoek gekozen wordt. Dat is die van mensenrechten, liberale waarden, westerse waarden, democratie. Dat is de invalshoek die men neemt. Dat leidt er natuurlijk ook toe dat die revoluties, en revoluties in het algemeen, dat die geromantiseerd worden. In onze media daar is een zekere romantisering van die revoluties. Dat is iets, ja, dat is ambiance. Die mensen staan daar te dansen en enfin, dat is allemaal aandoenlijk. Dus ja, dat is een romantisch gegeven. Hè. Die Franks die daar, enzovoorts enzoverder. Maar revoluties zijn zelden zo romantisch. En ze blijven meestal niet, als ze dan al bij het begin eventueel zijn, blijven ze dat meestal niet. En goed. Maar dat is natuurlijk wel, ik zou zeggen, de framing van de publieke opinie, dat is de mindset die geschapen wordt en die blijft hangen. Hè. Ik noem dat het gebruik van de magische woorden. Hè. Dus als je erin slaagt om een fenomeen in die termen te gaan beschrijven en dat ook in de geest van het publiek zo te maken dat ook het publiek dat in die termen analyseert, wat daar gebeurt is een verzet tegen dictatuur, is het moderniseren, is het streven naar de waarden die ook de onze zijn, is een einde stellen aan een aantal misbruiken van dictatoriale en autoritaire regimes. Ja, als je dat, als je kan bewerkstelligen dat dat de analyse is van het brede publiek, ja, dan wordt het al moeilijk om daar een fundamentele verandering van perceptie in te brengen. Dus de magische woorden, vrijheid, mensenrechten, democratie, magische woorden. Die werken als magie. En magie heeft niet zoveel te maken met rationele analyse. Magie heeft zijn eigen werking. En je kunt daar niet veel aan doen. Aan magie kun je niet zoveel doen. Dat is nu eenmaal magisch. En
Het zijn de magische woorden en het zijn ook codes. Die staan ergens voor. En daar komen we nu op. Die staan ergens voor. Die hebben consequenties. Die hebben consequenties onder meer in het recht. Het recht, welke rechtstak ook, dat is een systeem waarin alles met alles samenhangt. En als je dus ergens iets in dat systeem invoert, dan heeft dat effecten overal in dat systeem. Dat is een systeem. En in ons rechtssysteem, of het nu, en in elk domein, alle domeinen van ons recht, hebben we de laatste, ja, wat zou het zijn, 25 jaar zeker, een enorme opkomst gezien van het begrip mensenrechten. Mensenrechten. En ik zou zeggen, van het begrip mensenrechten als juridisch begrip, dus in de letterlijke zin van het woord mensenrechten. En een recht, dat is iets waar je aanspraak kan op maken en waar je dus kan afdwingen tegenover anderen. En waar eigenlijk anderen moeten dan meehelpen om dat te realiseren. Dat zijn mensenrechten in de letterlijke zin van het woord. Dat is dus iets anders eigenlijk dan, wij gebruiken heel dikwijls mensenrechten in een oneigenlijke betekenis. En ja, in iets wat nastrevenswaard is, zoiets als menselijke waardigheid, hè? Iets wat moreel goed is, wat nastrevenswaard is. Daarmee opletten. Als je de term recht gebruikt, dan zit je eigenlijk niet meer in de moraal. Enfin, ik ken ook wel het natuurrecht enzovoort, hè? Maar als je de term recht gebruikt, zit je eigenlijk niet meer in de moraal, dan zit je in het juridisch systeem. Een recht is een aanspraak. Dus, die opkomst van die mensenrechten, dus dat heeft heel veel gejuridiseerd. Problemen die vroeger niet juridisch waren, zijn nu wel juridisch geworden. Of ik geef, er zijn tal van voorbeelden te geven, hè, maar... je moet maar eens, bijvoorbeeld in geval van een ontslag in een arbeidsrelatie, komt men nu al heel snel boven met, ik ben gediscrimineerd. Je hebt nu het recht, dat behoort tot de mensenrechten, je hebt het recht, de aanspraak, om niet gediscrimineerd te worden. Dat geldt niet enkel, vroeger gold dat tegenover de staat. Ieder was gelijk voor de staat. Nu is dat iets wat tegenover iedereen werkt. Dus niemand mag discrimineren. Dus er is een aanspraak, er is een recht om niet gediscrimineerd te worden. Dus in een arbeidsrelatie bijvoorbeeld, het einde stellen van een arbeidsrelatie, of het aangaan van een huurcontract, of het verkopen van een huis enzovoort enzovoort. Dus dat is maar één voorbeeld. Hè. Dus het recht om niet gediscrimineerd te worden. Maar dat betekent natuurlijk dat je geschillen creëert. En dat je situaties juridiseert. Vroeger zou men daarvoor niet naar de rechtbank zijn kunnen gaan. Maar nu dus wel, omdat men zegt, ja, maar ik heb dat recht. Ik heb het recht, dus voilà, ik heb een aanspraak. En we brengen dat voor een rechtbank. Dus juridisering, opkomst van mensenrechten, juridisering. Wat is daar nog zo eigen aan, mensenrechten? Dat zijn grondrechten. Dat zijn fundamentele rechten. Die zijn verbonden aan uw mens zijn. Dat wil dus zeggen dat in een rechtssysteem, in een juridisch systeem, dat die voorrang hebben op alle andere rechten. Als je een mensenrecht hebt dat in conflict komt met een aanspraak van iemand anders, dan primeert het mensenrecht, dat is een grondrecht. En dat primeert niet alleen op andere rechten, individuele rechten, primeert zelfs ook op wetgeving. Een grondwettelijk hof, dus kom ik in de internationale sfeer, maar een grondwettelijk hof kan zeggen dat een wet die met een democratische meerderheid gestemd is,
dat die niet grondwettelijk is, omdat het grondwettelijk hof van mening is, dat die indruist tegen de mensenrechten. Maar je ziet ook, dus we hebben voorrang op alle andere rechten, voorrang op wetgeving. En dat betekent dat die in de maatschappij een soort van absoluutheid invoeren. Dat zijn eigenlijk absolute aanspraken. Die zijn fundamenteel. Dat zijn grondrechten. Daarop kunt je en moogt je geen compromissen doen. Geen compromissen toestaan. Dat is mijn mensenrecht. Dus we kunnen daarover wel eens niet discussiëren. Dat is mijn mensenrecht. En uiteindelijk zal dan een rechtbank beslissen. Maar het voert dus in discussies, in debatten, een soort van absoluutheid in, een verhinderen van dialoog en van compromis. Grondrecht, verbonden met menselijkheid zelf, dat heeft iets absoluut. Maar natuurlijk, al die mensenrechten die zijn niet zo precies gedefinieerd. Hè. Er worden voortdurend mensenrechten bij gecreëerd. Kijk maar eens naar hetgeen men toegevoegd heeft in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, hè, die men aan het verdrag heeft toegevoegd. Dat is enorm breed en dat is allemaal niet precies gedefinieerd. En dus, er komen er steeds maar bij en de rechtbanken creëren erbij. Interpreteren dit zo en interpreteren iets anders zo. En dat wordt dus ook niet echt democratisch bepaald. Dat leidt een leven op zich. Hè. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen, ja, maar waarom? En u stelt zich de vraag, wat heeft dat nu allemaal in godsnaam met Syrië te maken? Maar zelfs zal dat hopelijk duidelijk worden. dus dat is ook niet democratisch bepaald. Hè. Die leiden hun eigen leven. En welke rol spelen ze bijvoorbeeld in de Europese Unie? Wat het betekent, als je dus Europese grondrechten naar Europees recht herkent, dan betekent dat dat een heel aantal materies die vroeger nationaal recht waren, dat die Europees recht worden, omdat het plots gaat over een Europees grondrecht. En dat dat dus een handige manier is om bevoegdheden over te hevelen naar een ander niveau, in casu het Europees niveau. En dat heeft ook tot gevolg dat een heel aantal tamelijk fundamentele beslissingen onttrokken worden aan de democratische, politieke besluitvorming. En eigenlijk overgelaten worden aan rechtbanken en hoven. Met aan de top, het Europees Hof van Justitie, of het Europees Hof van Rechten van de Mens, of een internationaal. Maar dus een overheveling van belangrijke beslissingsbevoegdheden van politieke, democratisch verkozen organen. Welke bedenkingen men daar ook mag bij hebben, naar onverkozen organen. Heel die inleiding om nu op het internationaal recht te komen. Want wat zien we parallel en onder meer daardoor gebeuren in de internationale sfeer? Dat is dat we heel snel evolueren, voor een stuk al geëvolueerd zijn, van wat altijd internationaal recht genoemd is, naar wat eigenlijk nu zou moeten genoemd worden globaal recht, niet meer internationaal recht, maar globaal recht. En in een verder stadium naar een, wat ik zou zeggen, een afwezigheid, een totale afwezigheid van recht in internationale relaties. Het internationaal recht, zoals wij dat klassiek begrijpen, gaat eigenlijk terug op de ordening van Westfalen. Het verdrag van Westfalen. Einde van de 30-jarige oorlog en de 80-jarige oorlog in 1648. Dat is eigenlijk de basis van de organisatie van de internationale gemeenschap. Men sprak vroeger niet over de internationale gemeenschap. Van
het internationale, hè, in staat. Dat gaat terug naar het verdrag van Westfalen. Ik ga nu een sprong maken van 1648 naar 1945. Dat is dan een betaalde grote sprong. Natuurlijk, in die periode, niet alle staten waren gelijk. Hè. De koloniale mogendheden, op het ogenblik dat de kolonialisering begonnen is, die waren wel degelijk meer dan de anderen. Dus in die statelijke ordening was de ene staat toch wel niet helemaal gelijk aan de andere. Maar, fijn goed, dat is een statelijke ordening. En eigenlijk in 1945, na Wereldoorlog II, is die internationale ordening op dat ogenblik, met de creatie van de Verenigde Naties, waarbij men heel veel bedenkingen kan hebben, maar fijn goed, de internationale ordening na Wereldoorlog II is gebaseerd, was gebaseerd, moeten we nu zeggen ondertussen, op de absolute gelijkheid van staten. Op staten die juridisch in de rechtsorde, in de internationale rechtsorde, gelijke rechten hadden. Ik maak nu even een abstractie van de Veiligheidsraad met permanente leden die vetorecht hebben, maar in de wat mag de ene staat ten aanzien van de andere staat doen? Wel, daar was een universeel, algemeen geldend internationaal recht, gebaseerd op de gelijkheid van staten, gelijke rechten, gelijke plichten in het juridische systeem. Internationaal recht, dat ging dus over relaties tussen staten. Punt. Staten hadden rechten en plichten. En individuen, die vielen buiten de scope, buiten het toepassingsgebied van het internationaal recht. Er is het vrede. Handvest van de Verenigde Naties, rechten van de mens. Nou, internationaal recht stopte, toepassing van internationaal recht stopte aan de grens. Individuen ontleenden geen recht aan het internationaal recht. De rechtssubjecten in het internationaal recht, dat waren staten. En internationaal recht, dat ging over relaties tussen staten en dat internationaal recht was gebaseerd op de gelijkheid en de soevereiniteit van staten. Ik heb hier het handvest van de Verenigde Naties bij. Excuseert het ook weer in het Engels, maar goed. Dat zijn geen zo ingewikkelde termen. Artikel 2. Ten vierde, all members shall refrain, members dat zijn staten, all members shall refrain in their international relations from the threat, de dreiging met, or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other matter inconsistent with the purposes of the United Nations. Dus, geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden door middel van het gebruik of de dreiging met geweld. Algemeen toepasselijk. Algemene regel. Wanneer, volgens het Charter van de Verenigde Naties, wanneer was het gebruik, is het gebruik, was het gebruik, steeds meer zeggen, was het gebruik, van de geweld wel toegestaan? Twee gevallen. Artikel 51, recht van zelfverdediging. Als een staat aangevallen wordt, maar effectief aangevallen. En effectief aangevallen wordt niet door een terroristische groep, maar door een andere staat. Dan mag die staat geweld gebruiken. Zelfverdediging.
En daarnaast heb je dan artikel 7, voor elk ander gebruik van geweld is een beslissing, een voorafgaande toelating nodig van de Veiligheidsraad. Dus buiten het geval van zelfverdediging moet de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een voorafgaandelijke toelating geven tot het gebruik van geweld. Tussenstaal. Dat was een duidelijk systeem. Dat was een duidelijk systeem. Ik kan je andere systemen van internationaal recht ook indenken, gebaseerd op gelijkheid, maar dit was een duidelijk systeem. Volledige gelijkheid van alle staten. Geen inmenging, geen gebruik van geweld om binnenlandse aangelegenheden van een van die staten te regelen. Mocht er ook niet mee dreigen. Enig geval waarin het wel mogelijk was, zelfverdediging, of indien in het kader van de handhaving van de internationale vrede de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn voorafgaandelijke toestemming. En je ziet hoe sinds het einde van de Koude Oorlog nu. Tijdens de Koude Oorlog is het systeem natuurlijk ook geblokkeerd, omdat Rusland, de Sovjet-Unie moet ik zeggen, systematisch ook veto's gesteld heeft in de Veiligheidsraad. Dus het heeft natuurlijk sinds in de werking in de praktijk niet altijd gefunctioneerd zoals oorspronkelijk bedoeld. Maar de principes zijn niet aangetast. Maar sinds het einde van de Koude Oorlog zien we hoe dat internationale recht getransformeerd is, geleidelijk aan, in een globaal recht. En wat bedoel ik daarmee? Zoals u gehoord hebt, het internationaal recht was in de eerste plaats daar om de gelijkheid en de soevereiniteit van alle staten te beschermen. Ik heb het u voorgelezen. Geen dreiging met geweld. Geen gebruik van geweld ten aanzien van een andere staat. Behalve in geval van voorafgaande aanval. Dus, in dat systeem van internationaal recht is de soevereiniteit en de gelijkheid van staten eigenlijk het hoogste goed. Het niet gebruik van geweld, om de soevereiniteit en de gelijkheid van staten te beschermen. Met die omvorming naar globaal recht krijgen we een heel andere situatie. En dan knoop ik aan bij mijn inleiding over mensenrechten. We hebben ook in het internationaal recht gezien hoe mensenrechten daar hun intrede gedaan hebben. En dat is ook normaal, want ik heb u daar straks gezegd. Mensenrechten, dat zijn aanspraken die verband houden met het fundament van het mens zijn. Die hebben een graad van absoluutheid. Je kunt daar geen compromissen over maken. En ze staan op de top van de juridische piramide. Ze hebben prioriteit op al het andere. Dus ja, die vinden uiteraard omwille van sacrale waarde van, vinden die uiteraard ook hun weg naar het internationaal recht. En dringen die ook binnen in het internationaal recht. En hebben die dus dat internationaal recht uitgehold en omgevormd. Waar vroeger de gelijkheid en de soevereiniteit van de staten primordiaal was, zie je hoe nu het internationaal recht dient om aan individuen eerst en nu ook aan groepen binnen staten, uiteraard binnen staten, rechten te geven die individuen en die groepen conform het internationaal, mag je eigenlijk globaal recht zou moeten noemen, tegen die staten, tegen hun staten. Dus
Het wordt in feite een instrument, dat globaal recht, wordt eigenlijk een instrument van verminderde soevereiniteit en van ongelijkheid tussen staten. Waar vroeger de soevereiniteit en de gelijkheid het hoogste goed waren van het internationaal recht, is het nu het omgekeerde. Het globaal recht dient meer en meer om de soevereiniteit te beperken en de ongelijkheid te installeren. Waardoor opnieuw, door de introductie van de techniek, ik noem dat de techniek, van de mensenrechten. Die dan in het ene geval wel gebruikt wordt, en in het andere geval niet gebruikt wordt. De mensenrechten, en ik ben begonnen met de resolutie voor te lezen. Mensenrechten in het globaal recht, die dienen tot legitimatie van inmenging en interventie. Zelfs niet meer op een neutrale basis. Nee. Men kiest partij. Men zegt de oppositie hier of de oppositie daar, dat zijn de goeie. Die staan aan de kant van de mensenrechten. En die hebben dus het recht, het internationaal recht, aan hun kant. Dus dat globale recht moet selectieve inmenging gaan legitimeren. En je komt tot het resultaat dat de juridische beoordeling van een handeling, van een bepaalde handeling, niet langer gebaseerd is op die handeling zelf, maar op de context en het effect. Ik verklaar mij nader in het klassieke internationaal recht, ik heb het u voorgelezen, een andere staat aanvallen, dat kon niet. Uitgezonderd zelfverdediging, uitgezonderd voorafgaande toestemming van de veiligheidsraad. Maar een andere staat aanvallen, dat is een bepaalde handeling. Dat was wederrechtelijk. Dat was in strijd met het internationaal recht. Vandaag, een staat aanvallen, ja, één, als individuen rechten kunnen ontlenen aan het internationaal recht en groepen rechten kunnen ontlenen aan het internationaal recht, ja, dan kun je toch zeggen, ja, maar die individuen en die groepen in staat X, die hebben een aantal geldige aanspraken, die hebben het internationaal recht aan hun kant. En dus, als wij die gaan steunen, als wij die gaan helpen, dan handelen wij niet in strijd met het internationaal recht. Wel integendeel, wij helpen aan de realisatie en de verwezenlijking van de grote idealen van het internationaal recht. Dus, dan zijn er goede inmengingen en slechte inmengingen. En welke de goede zijn en welke de slechte zijn, dat hangt af, vrees ik, van wie het op een bepaald ogenblik voor het zeggen heeft. Dat zijn geen juridische criteria meer. Een handeling wordt niet meer op zichzelf beoordeeld. Een handeling wordt beoordeeld op basis van context en op basis van een effect. Dat is dus het einde van internationale relaties gebaseerd op recht. En dat is een verschuiving van internationale relaties die gebaseerd zijn op een soort van international justice, internationale rechtvaardigheid.
Dus ja, dat zal dan afhangen van wie op een bepaald ogenblik ja, het zwaarste weegt. In het ene geval kan het, in het andere geval kan het niet. In het ene geval hebben bepaalde groepen aanspraken, worden de aanspraken van bepaalde groepen onder internationaal recht erkend en in het andere geval niet. Dat is het einde van het internationaal recht natuurlijk. Want je kunt geen juridisch systeem hebben als er geen gelijkheid is, geen fundamentele gelijkheid is tussen de houders van die rechten. Dus staten met dat nieuw uitzicht van het internationaal recht, wat dus een soort van globaal recht geworden is, staten hebben geen gelijke rechten meer. En als dat niet het geval is, als er geen binnen dat systeem geen universele principes gelden die duidelijk zijn en die gebaseerd zijn, niet zozeer op context en intentie, maar op wat je doet, gebruik of dreiging met geweld, bijvoorbeeld, gebruik van geweld of dreiging met geweld, dan kan je eigenlijk niet meer spreken over internationaal recht. Je hebt dan nog een internationaal systeem. En dat internationaal systeem dat dient dan om een zogenaamde international justice te bevorderen. Dat wordt dan zeer instrumenteel, dat wordt dan zeer utilitair. Dat moet dan een soort van international justice bevorderen in wat ik zou noemen de global citizen community. De wereldgemeenschap van burgers. Dus we hebben geen eigenlijke internationale gemeenschap meer. We hebben een wereldgemeenschap van burgers. Men noemt dat in het jargon van het internationaal recht, of wat daar nog moet voor doorgaan. En je vindt dat ook terug. Denk aan wat ik gezegd heb over codes enzovoort. Dat is de people-centered approach. Als je dus leest over de people-centered approach, dan weet je onmiddellijk met wie je te doen hebt en wat het programma is. Meer moet je niet weten. Let op, we take the people-centered approach. Je kunt de hele analyse die ik gegeven heb toepassen. Maar dat betekent natuurlijk ook in heel deze context dat je een herdefiniëring krijgt van oorlog. Want in een global citizen community zijn er nog weinig oorlogen. In een global citizen community heb je politieacties. Heb je het gebruik van geweld, zoals de politie in een nationaal gemeenschap geweld gebruikt. Dus oorlog wordt geherdefinieerd, want ja, dat is niet meer wat het vroeger was tussen staten. En oorlog wordt eigenlijk, in tegenstelling tot vroeger, het internationaal recht van 1945, dat gericht was op het vermijden van oorlog, krijg je nu bijna tegenstel. Oorlog wordt een soort van policy tool. Dus ja, als je vindt dat het gerechtvaardigd is ter bevordering van international justice in de global citizen community, dan val je Libië binnen en liquideer je Gaddafi. Hè? Of je doet morgen iets anders. Hè? Morgen valt je Syrië binnen of wat dan ook. Dus ja, dat is geen probleem meer. Want je zei dan het bijdragen op dat ogenblik aan de realisatie van international justice gebaseerd op de mensenrechten en de onaantastbaarheid enzovoort. Ik heb het u allemaal al gezegd. Ja, en dat is dan een middel, zoals je andere middelen hebt. Dus we zitten toch met de paradoxale situatie dat hoe meer er over mensenrechten gesproken wordt en over crimes against humanity en
hoe meer er gesproken wordt over international justice en hoe waarschijnlijker en hoe meer aanvaardbaar oorlog wordt. Onder het vroegere internationaal recht, waar men zich met die international justice enzovoort allemaal niet bezig hield, toch niet in het recht, was het één klaar en duidelijk principe. Je gebruikt geen geweld ten aanzien van andere staten, tenzij papapapam. Nu, men over mensenrechten, over international justice, dat merk ik wel, en over de global citizen community, ja, kan je dat doen. Oh, dat is geen probleem. Als het maar een goede oorlog is. En dus krijg je heel veel belangstelling opnieuw. En we moeten daar zeker, voor degenen onder u die uit de christelijke hoek komen, moeten we daar zeker mee opletten. Dus de just war theorie. Ik heb niks tegen de theorie van de rechtvaardige oorlog. Dat heeft binnen de moraal, is dat een zeer interessante en zeer geldige benadering. Maar opgelet. Als je nu gaat zeggen, oh ja maar, als het een just war is, dan is er geen juridisch probleem. Vroeger, just war of geen just war, op basis van het handvest van de Verenigde Naties, kon dat niet, tenzij het. Nu? Ja, zeg ik, ja. Just war, gebaseerd op. Argumenteert op de People's Center, enzovoort, enzovoort. Kan. Dus we zitten in het internationaal recht, dat volgens mij eigenlijk niet meer bestaat. Zitten we met een banalisering van het gewapend conflict. Met een politisering van het gewapend conflict. In die zin dat het soms mag, soms niet mag. Als het goed is, volgens degene die op een bepaald ogenblik de invloed hebben om te zeggen dat het goed is, voilà, oké, dan mag het. En als het niet goed is of het is politiek verkeerd, dan mag het niet. Dus maar, je hebt een banalisering van het gebruik van geweld. En omdat dat geweld altijd gebruikt wordt, zo gezegd, wat is belangrijk, want omdat dat gebruikt wordt in het kader van al die hogere doelen, niet om een stuk grond af te pakken, nee, in het kader van de hogere doelen. Menselijke ontplooiing, international justice, bijdragen tot democratie, de hogere doelen, de hogere waarden, krijgen die conflicten ook weer, ik heb u daar straks gezegd, een grote graad van absoluutheid. Men sluit geen compromissen. Men spreekt niet met slechteriken. Als het gaat over de fundamentele waarden. Men spreekt niet met slechte dingen. Dus de compromis, het traditioneel internationaal diplomatiek gebeuren. Maar het ging over marchandage, excuseer hè. Marchandage. In de nobele en minder nobele zin van het woord. Zeker te verkiezen boven veel van die oorlogen. Daarvoor is minder en minder ruimte. Want het is allemaal voor de realisatie van het hogere doel. Ruimere interventies en een grotere internationale rol in meer conflicten. Want alles is nu, als we één global citizen community zijn, ja, dan is alles onze zaken. Wat er ook gebeurt, waar ook ter wereld, het gaat ons allen aan. Het gaat ons allen aan. Vroeger, klassiek systeem, dat zijn uw zaken niet, meneer. Als er ergens iets gebeurde, elders ter wereld, binnen die staat, dat zijn uw zaken niet, meneer. Internationaal recht is gebaseerd niet inmenging en op gelijkheid en soevereiniteit, gelijkheid tussen en soevereiniteit van staat. Dat is uw zaak niet, meneer. Vandaag
wordt alles onze zaak en wordt ook alles de zaak van anderen. We hebben nog altijd niet begrepen, want dit is natuurlijk wat ik u nu beschrijf, is natuurlijk vooral de westerse benadering. Die nuance moet ik natuurlijk maken. Dus vooral de westerse benadering natuurlijk. Maar fijn, vooral de westerse benadering, maar die toch zeer stevig zijn weg gevonden heeft in. Dus het is niet zomaar de westerse benadering die geen invloed... Nee. Die heeft zich wel doorgezet. For the time being. Maar, natuurlijk, wat een aantal van die mensen niet... niet schijnt te willen zien, dat is dat je daar toch genoodzaakt bent om een reciprociteit te aanvaarden. Hè? Ah ja, hè. Het is heel mooi om te zeggen, ja, hè, wat er bij u gebeurt, dat zijn mijn zaken. Maar wat er bij mij gebeurt, dat zijn uw zaken niet. Dat werkt zolang het werkt. Maar als men een dergelijk systeem, een dergelijk internationaal systeem creëert, ja, dan zal men toch moeten leren leven, dan zal toch men moeten leren leven, met het feit dat, wat wij als onze zaken beschouwen, ook niet meer alleen onze zaken zijn. Nou, dat lijkt mij de logica zelf. Nu, indien dus staten niet meer de basiscomponenten zijn van een internationaal systeem en een internationaal recht, en international justice het doel en het objectief is, de internationale rechtvaardigheid, ja, dan moet je natuurlijk nieuwe identiteiten en bestrevingen creëren. Want als die basiscomponent niet meer de staat is, zoals dat vroeger was, ja, wat dan wel? Andere groepen dan? Andere groepen, hè? Ah ja, die international justice die moet toch tot stand komen tussen... Ja. Maar ook groep. En als dat dus niet meer staten zijn, of niet meer in de eerste plaats, of niet meer dat, ja, dan moeten er nieuwe identiteiten en bestrevingen gecreëerd worden. En dat is dan bijvoorbeeld, de religie als dominant gegeven van identiteit. Dus Simon Jenkins schreef het nog in The Guardian van gisteren, denk ik. Hè. Ja, in de Garden van gisteren. Ik kom daar straks op terug, maar de ondertitel van zijn stuk was By Helping to Destroy Secular Politics in the Middle East. Daarvoor heb je staten nodig. Zonder staten heb je geen secular politics. By Helping to Destroy Secular Politics in the Middle East, the West has unleashed the Shia-Sunni conflict, now tearing it apart. Als de staten niet meer te... Dan zijn het andere groepen. En dan is de religie natuurlijk een zeer dominante en een zeer sterke identiteitsvormende kracht. Hè. Zoals in dat boek staat, wat ik een goed boek vind van, ken je dat? Vali Mazer, The Shia Revival. Ik vind het echt goed. Die schrijft, en ik denk dat hij natuurlijk gelijk heeft, hè. Religie, maar religion is not just about God and salvation. It decides the boundaries of communities. Religie, heel vaak, determineert ook, beslist ook over de grenzen van communities, van gemeenschap. Different readings of history, theology and religious law perform the same role as language or race in defining what makes each identity unique and in saying who belongs to it and who does not. Dus, wat staten waren, zijn, tot op zekere hoogte, maar vooral waren, ja, daar komt nu een nieuwe identiteit die nieuwe communities vormt.
En dat is een globale kanker. Dat is een globale kanker. En wij moeten heel voorzichtig zijn dat we dat... Wij moeten dat goed zien, we moeten dat goed kunnen plaatsen. En we moeten goed zien wat er gebeurt. Volgens mij, maar dat is een persoonlijke mening natuurlijk, hebben wij er zeker geen belang bij om dat in de hand te werken en hier zelf het initiatief te nemen om het bijvoorbeeld te hebben over de islam. Wij moeten toch niet meewerken aan de verdere ondergraving van het klassieke internationale systeem, wat we volop aan het doen zijn. Door het zelf voortdurend te hebben, bijvoorbeeld de islam versus de christenen. Zeer niet op me? We kunnen daar straks, u straks in hebt in een discussie over hoofdboeken, dan wil ik het ook nog wel even. Maar, dus we moeten daar zeer goed mee opletten wat we aan het doen zijn. In een klassieke benadering zou ik verwachten dat een aantal kritische politici hier zeggen, voilà, wat wij wensen te bestrijden, dat is buitenlandse politieke invloedname. Als er invloedname is in dit land door Qatar of door Saudi-Arabië, dat wensen wij te bestrijden. En daar stellen wij paal en perk aan. Maar wij gaan toch niet de Saoedi's en de Qatarezen helpen door zelf aanleiding te geven tot de vorming van die nieuwe identiteiten. Ik stel bij onze politici een soort van angst aanjagen dat depolitisering, alles wordt gefocust op de religie. Daarover gaat het niet, hè. Daarover gaat het niet, hè. Het gaat over buitenlandse politieke invloedname, als die er al is. En dan moet je die bestrijden, dan moet je die beperken. Maar door te doen vaak wat we aan het doen zijn, wordt perfect het programma van uitgevoerd. En wat betekent dat? Dat hebben we straks nog gezegd. Staten, die dat zijn, en een internationaal systeem gebaseerd op staten, dat zijn conflictbeperkers. Het is niet uw zaak, meneer. U moet daar uw neus niet tussen steken. De Global Citizen Community, het systeem waarbij staten niet meer de basis zijn, globaliseert ook alle conflicten. Er zijn geen natuurlijke indammingen meer. Er wordt niet meer gezegd, het is niet uw probleem. Wat er in Syrië gebeurt, dat schijnt zo ieders probleem te zijn. Ieder moet daar, ten eerste moet iedereen daar een mening over hebben, en ten tweede, alleen dat is ieders zaak. Nee, hè. Ik hoop dat er toch nog problemen, conflicten zijn die niet zullen geglobaliseerd worden. Want als we elk conflict overal ter wereld, als dat het potentieel krijgt van globalisering, ja, dan zijn we nog, dan gaan we nog een schitterende toekomst doen. En dus wij moeten ons ook verzetten, vind ik, tegen alles wat die globalisering in de hand werkt. Dus het creëren van die transnationale, het creëren van die transnationale, we moeten niet blind zijn, ik weet dat ook wel allemaal, maar we moeten daar niet aan helpen, hè? Het creëren van die transnationale religieuze identiteit. Dat is het. Goed. Het gaat over de mensenrechten. We zijn begonnen met de Europese Unie. Opkomende rol in rechtssystemen van mensenrechten, de gevolgen daarvan, primeren op al het andere, dus vinden ze ook hun weg in het internationaal recht. We hebben dan gezien hoe eigenlijk die evolutie ervoor verantwoordelijk is dat er een einde gesteld is formeel aan de gelijkheid van staten, dat men nu mag interveneren als het maar voor het goede doel is.
denk het goed om te zijn. Omdat plots het internationaal recht een globaal recht geworden is en rechten heeft toegekend aan groepen en individuen. Dat is de hele context. Nu, natuurlijk, politiek en dergelijke evoluties moet je natuurlijk altijd analyseren in termen van machtskwesties en machtsverhouding. Dus, goed, welke machtsverhoudingen, welke machtscorrelaties spelen daar? Voor wie maakt die evolutie de weg vrij? Als je een dergelijke evolutie ziet, die is altijd natuurlijk voor een stuk gestuurd en voor een stuk ook niet. Eens je bepaalde veranderingen in gang zet, dan hebben die hun eigen effecten. Dat is nu eenmaal het kenmerkende aan een systeem waar alle componenten samenhangen met alle andere componenten. Dus iemand neemt het initiatief om iets te veranderen en voor de rest, goed, heeft dat zijn eigen logica en heeft dat zijn eigen dynamiek. Maar als we het dan over Syrië en het Midden-Oosten hebben en dat nu proberen, of wat er nu gebeurt, proberen te begrijpen vanuit de analyse die we gemaakt hebben, oké, goed. Dan kan je natuurlijk vragen, voor wie maakt nu die hele evolutie daar de weg vrij? Wat? Het is natuurlijk merkwaardig, en het zal wel geen toeval zijn, neem ik aan, dat op het ogenblik dat het conflict in Syrië werkelijk ontstaat, is dat onmiddellijk die asymmetrie, waarover ik het had in het begin, opgedoken is. Men heeft eigenlijk nooit een neutraliteitshouding gehad in het Westen. Men heeft nooit beide partijen aan dezelfde maatstaven gepoetst en beide partijen op dezelfde wijze bejegend. Dat heeft men nooit gedaan. Het was een voorwaarde vooraf, alle onderhandelingen waarbij het Westen zou betrokken zijn, nu een beetje veranderd natuurlijk, dat is toch heel lang geweest. Het was een voorafgaande voorwaarde dat er een regime change moest komen en dat de president moest opstappen. Dat was de voorafgaandelijke voorwaarde. Dat is zeer vroeg gebeurd. En men had daar natuurlijk, ik heb het nu daar straks gezegd, men had daar de public framing voor, hè? Want het ging over verzet tegen een dictator en mensenrechten en liberale waarden. Dus goed, dat is toch evident dat het volk zegt. Hè? En het volk, hoewel het dan in een andere staat was en vroeger zou dat onze zaak niet geweest zijn. En moesten we daar buiten blijven en moesten we daar vanaf blijven, want Syrië heeft niemand aangevallen enzovoort. Dus, hè? Maar nu, iedereen bemoeit zich daarmee alsof het een lievelust is. Hè? Ja. Allemaal onze zaak. Wij zijn allemaal serieus. Ja. Het was wel duidelijk. Er moest regime change komen. En de president Assad moest weg. Ik waarschuw altijd zeer uitdrukkelijk tegen monocausaliteit. In dergelijke situaties is er niet één oorzaak die dat allemaal verklaart. Ik moet niet zeggen dat dit de schuld is van Israël. Ik moet niet zeggen dat dit gepland is door een of andere divisie in het Pentagon. Dat zal allemaal wel meespelen, maar er is geen monocausaliteit. Daarvoor is de wereld iets te ingewikkeld. Je zit sinds 1400 jaar in die regio, natuurlijk, en steeds met wisselende graden van intensiteit, maar met het Sunni-Shia-conflict.
dat is voor een groot deel onderdrukt geweest door de statelijke ordening die men op een bepaald ogenblik gecreëerd heeft. Maar met het verdwijnen van die statelijke ordening en wat we allemaal bekeken hebben daarnet, waps, steekt dat opnieuw de kop. Dus er is dat. Sunnitia. Er zijn Arabieren, Perzen, Turken, Koerden. Allemaal in die regio. Speelt ook. Valt niet helemaal samen met Sunnitia. Je hebt het politieke machtsspel van de regionale machten. Saudi-Arabië, Iran, Turkije, Israël en het speciaal geval Qatar. Mini-staatje, maar zeer een opgeblazen kikker. En dan heb je natuurlijk de globale scène. Rusland, China, Westen. En dat speelt zich allemaal af op dat territorium. Dat territorium dat inderdaad gedestabiliseerd geworden is. Gedestabiliseerd geworden is, onder meer natuurlijk met de oorlog in Irak. Enzovoort, enzovoort. Ik moet u de recente geschiedenis niet herhalen. Ja, wat is dan de inzet van al die conflicten naast religieuze enzovoort? Maar persoonlijk vind ik religieuze ik heb het gezegd, religie is een zeer krachtige factor in de identiteitsvorming. Maar religie alleen is nooit, quasi nooit, een verklaring. Daar spelen altijd andere factoren met zich mee. Ik moet een beetje lachen met mensen die... Ach, Koran, vers zoveel, zie je wel? Ik kan ook Leviticus bovenhalen. Ik ken ook nog diegene, en ik heb daar misschien zelfs nog voor een stukje aan meegedaan. De Sovjets, die staan binnen 48 uur aan ons heel. Maar lees het communistisch manifest. Staat erin. Zo werkt het niet. Maar het is een krachtige factor, maar die altijd geïnstrumentaliseerd wordt ook in het kader van andere bestrevingen. En waarover gaat het dan? Ja, goh, grondstoffen, energie, transport van energie, globale invloedssfeer, speelt allemaal tegelijkertijd. Wat is het kristallisatiepunt op dit ogenblik? Ja, dat is natuurlijk de hele kwestie van de Shia-assen, de Shia-as. Maar ook Saudi-Arabië, ook Qatar. Ik persoonlijk denk, hoe het ook verder loopt in Syrië, dat wij afstevenen op een zeer ernstig conflict in die regio. Ik denk dat de herstabilisering van die regio helaas niet zal gebeuren zonder een vrij groot conflict, vrees ik, dat denk ik. Er zijn zo een paar eigenaardigheden, hè. Dus je ziet hoe de pionnen gepositioneerd worden ook. Hamas die van Damascus naar Qatar verhuist, zitten nu in Qatar, waarschijnlijk vlak naast de Amerikaanse ambassade. Enfin, misschien zijn ze onderhuurders van. De rol van Qatar in Libië en Noord-Afrika.
Zuid-Libië is op dit ogenblik ja, wat Mali tot voor kort was. Hè. Dus ja, goed, de Fransen zijn naar Mali gegaan. Goed. En degenen die ze verdreven hebben uit Mali, die zitten nu in Zuid-Libië. Hè. Ja. Good luck. En dus Qatar is daar een van de grote financiën. Maar dan ook op dit ogenblik naar het schijnt, spanningen. Tussen Qatar en Saudi-Arabië. Qatar als de grote sponsor van de moslimbroederschap. En Saudi-Arabië zegt, ja maar jongen, die moslimbroederschap moet toch ook niet te belangrijk worden, hè, want dat is niet onze winkel. Die controleren we eigenlijk niet. En de Saudi-Arabië die dan de Wahhabieten en de Salafisten en dus blijkbaar, nu ook het FSA, hè, weer begint te steunen als tegenpool voor de moslimbroederhood. Ja. Daarom zei ik in het begin, ik denk niet dat je daar echt... Wij beschikken niet over alle informatie en gegevens wat er daar precies aan de hand is. Je kan natuurlijk alleen maar vaststellen dat er één, dat interne Syrische aangelegenheden. Is er genoeg democratie? Is er niet genoeg democratie? Is er genoeg van dit? Is er niet genoeg van dat? Dat die plots, enfin niet plots, ik heb het nu geschetst, door de kop, maar dat die geglobaliseerd zijn. Dat blijkt, dat is ieders zaak geworden. Dat is ieders zaak geworden. Dat is geromantiseerd. En op die wijze, en daardoor ook voor een stuk, buiten controle geraakt. Goed, de overkant. De Russen hebben blijkbaar gezegd, we zullen zien, hè, de Russen. Ik ken er ook wel wat van diplomatieke poker enzovoorts, maar de Russen hebben blijkbaar gezegd, we moeten toch ergens opnieuw wat grenzen trekken. En we zullen dat duidelijk maken. We zullen het doen. Ja, en dan de christenen in dat alles. De christenen in dat alles. Uiteraard is dat een tragische situatie. Niet alleen voor christenen, maar ook voor die landen waar toch christelijk erfgoed uitermate belangrijk is. Maar ik denk dat we daar een zeer grote diplomatieke aandacht moeten voor hebben. Ik denk dat de standpunten die door onze politieke leiders worden ingenomen, die moeten die belangen zeer prominent in het achterhoofd houden. Er moet aandacht aan besteed worden, maar nog eens, het zou een slecht idee zijn, en ik zeg niet dat het gebeurt eigenlijk bijna niet aan christelijke zijde, bijna niet. Maar we moeten er ons voor hoeden om nu ook te gaan zeggen, enfin goed, voilà, het is omdat christenen in Syrië, dat zijn wij. Dat is ook een globalisering van het conflict. Nee, de christenen in Syrië, dat zijn wij niet. Het zijn zelfs in eerste instantie niet onze zaak. Hoe veel aandacht ik er ook zou aan besteden in diplomatie. Niet willen dat alles geglobaliseerd wordt, moeten we daar ook zekere coherentie en consequentie in hebben. Maar nog eens, het gebeurt eigenlijk ook niet. Het gebeurt eigenlijk ook niet aan de christelijke kant. Er wordt altijd, ook door de christenen in Syrië, wordt er altijd heel duidelijk gesteld dat het hen in de eerste plaats te doen is om alle Syriërs, om iedereen, ook om de staat, en zelfs de laïcistische, de lekenstaat. En ik denk dat dat, de juiste benadering is. En zolang we die kunnen aanhouden, moeten we dat doen om al de aangehaalde redenen. Onnodig als besluit te stellen dat ik uiteraard absoluut, niemand die daar nog wakker ligt, maar dat ik uiteraard absoluut ongelukkig ben
met de politiek die ook door onze regering gevoerd is. Ik vraag mij af of ze weten wat ze doen. Ik weet het niet. Je moet ook niet de invloed onderschatten. Ja, goed, goed, in de NATO enzovoort. En die Amerikaanse ambassade en weet ik nu allemaal, die elke dag telefoneren en die memo's sturen. En ja, daar hangt zo'n sfeer waar je waarschijnlijk als individuele minister, als je daar niet echt, hè, of als land, hè, dat je daar ook niet wops, kunt tegen ingaan, omdat de public mind ook geframed is, zoals ik in het begin gezegd heb. Maar het is natuurlijk een dwaze politiek. De fouten die gemaakt zijn ook in Libië zijn natuurlijk crimineel. In Frans-Brussel, ik wil dat nu niet personaliseren, maar in Frans-Brussel heeft men natuurlijk voor een dergelijke categorie van politici een uitdrukking, les nul. Maar het is wel zo. Het is wel zo, het is tragisch. Maar goed, ik denk dat we daar een niet onmiddellijke beterschap van kunnen verwachten. Het enige wat ik vaststel is dat ook bij de oppositie, ik begrijp dat dus niet, hè. De oppositiepartijen, de federale oppositiepartijen, N-VA, die applaudisseren voor alles wat er in Libië gebeurd is. Zelfs vinden dat ze niet ver genoeg gegaan zijn. Nu trekken ze een beetje de staart in voor de wapenleveringen. Die wapenleveringen, ik wil daar nog. Maar dus ook zelfs nog verder aan de rechterzijde. Vlaams Belang. Banaliteit is onvoorstelbaar. Geen enkele politieke analyse. Volop meedoen aan die nieuwe identiteitsvorming door die anti-islamcampagne. Dom. Geen haar beter dan de meerderheid. En CD&V, wat hebben die gedaan? Zullen we daar iets over hebben? Ja, maar ik heb u gezegd, mevrouw, het CD&V zit bij mijn weten in de meerderheid. En ik heb u gezegd dat er een Franse Brusselse uitdrukking bestaat. Hè, over, dus wat, ik denk niet dat ik CD&V gespaard heb. Hè, maar ik zie geen enkele reden. Ik heb het genoemd, genoemd N-VA, Vlaams Belang, ben akkoord. Hè, maar ja, maar moet ik alle partijen van de meerderheid doen? Ik wil het wel doen, zo. Zelfs de oppositie. Ja, maar dat is algemeen. Hè? Nee, als je noemt een kat en kat, wie is oppositie? Goed, ik heb dus niet over de N-VA en niet over het Vlaams Belang gesproken. Voilà, u hebt dus niet gehoord. Voilà. Ik zal eerst nog eventjes het papier laten rondgaan. Want anders mogen we hier niet blijven zitten als we iets drinken. Nee, maar eigenlijk ben ik rond. En dus maar mijn eindboodschap is eigenlijk dat er op een verstandige manier zou moeten gewerkt worden in de diepte aan een alternatieve benadering van de wijze waarop wij naar internationale conflicten kijken. En wij moeten zeker terug naar een systeem van internationaal recht, waar we een aantal klare en duidelijke principes in ere hersteld worden. En daar moet ook de intellectuele basis opnieuw, helaas, opnieuw voor gelegd worden. We moeten duidelijk maken dat internationaal recht niet gaat over international justice. Dat niet de rol is van het internationaal recht. Dat staten soeverein en gelijk zijn. En ook op die manier, binnen het recht, niet alles wordt door het recht gedomineerd, maar binnen het recht, op die manier moeten behandeld worden. En dat je dus niet met internationaal rechtelijke argumenten moet afkomen voor interventies links en rechts. Voilà. Dank u wel voor deze.